Bij zijn derde poging om langs de Noordoostpassage Indië te bereiken, was Willem Barents gedwongen te overwinteren op het eiland Zembla. De winter van 1596 naar 1597 brachten hij en zijn bemanning door in het behouden huis, dat uit delen was opgetrokken. In het voorjaar verliet men het eiland in open boten, maar Barents stierf voor de bewoonde wereld werd bereikt.